Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van City Skylines nummer 2. We gaan lekker verder waar we natuurlijk afgelopen vrijdag natuurlijk waren gebleven. Zoals jullie natuurlijk kunnen zien, heb ik natuurlijk hier ook wat grond bijgekocht. Ja, er is niet echt heel veel grond wat we hier hebben. We kunnen hier nog wel een beetje bouwen. We gaan dat ook zeker doen, want hoeveel moesten we een snelweg? Ja, dat moesten we dus hier. Dus we moeten even zorgen dat we hier nog een stuk erbij gaan bouwen. Dus we moeten hier, zodat hier zo een snelweg, er komt hier net, ja, door. Dus we kunnen hier inderdaad wel wat bij gaan bouwen. Maar waarschijnlijk zal dat net niet gaan. Waarom niet? Omdat we hier natuurlijk de weg willen en dat gaat net niet. Dus dat is wel jammer. Voor de rest zit het ramvol, dus we moeten wachten op geld. Dus dat is een beetje in de minderheid, maar we kunnen wel van alles misschien nog wel gaan doen hier. De bussen zijn aangesloten, dus dat is mooi. Voor de rest moeten we inderdaad wachten op die hier. En dat is, kijk, we krijgen 275.000. Dat is best wel natuurlijk wat. Dus even gaan kijken. Kunnen wij, duur kost die? Kost 131. Dat is best wel veel. Die kost 106 inderdaad. Die is niet zoveel. Maar wat gaat dus met die eilandjes hier doen? Oh, oh, verkeerd, 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 verkeerd. Ja, dat is een grote vraag. Wat hebben ze? Olie, dat zou hier kunnen overal als het moet. Dit is voor ore mining. Zou hier kunnen. Kool, steen, hout zou daar kunnen. Niet, wortels niet. Zou kunnen dat we dit hier als eiland gaan gebruiken. Hier kunnen we ook van alles. Dus misschien dat we hier inderdaad wat gaan doen. Hier kan ook. Hier zou theoretisch wat kunnen. Dus ik denk inderdaad dat we die olie, kijk, dit is hier maar olie, dat is best wel, heb je best wel veel van nodig. Hier kun je ook, ja, heb je een heleboel plekken met olie, dat klopt. Maar ik denk dat we dat hier eentje neer gaan zetten. Ik denk dat we hem hier neer gaan zetten, kijk. Alleen heel even kijken. Oh, oh. We moeten gewoon even een weg. En wat voor weg gaan we daar neerzetten? Sowieso even een. Misschien moeten we hem zelfs, oh, oh, 30, oh, dat is 30 meter. Dat is misschien iets te veel, als we nou gewoon naar 20. Kijk.
haal dan omlaag? Dat is de grote vraag. Dus eigenlijk hier moeten deze hier. Weg. En laat hier net. Is gewoon. Als we het zo doen, dan is dat. Deze heel even hier hebben. Dat moet ook. We moeten ook nog een ander brug hier erbij. En dat is zeer vervelend. Ja, we moeten die hebben. Die hebben we dus nodig. Dus moet deze echt gaan afrekenen. Anders komen we er niet. Dit zou kunnen. We kunnen ook grote boten erdoor. Alleen deze hier, die moet dan.
die water en dat hebben, dit zou kunnen. Zullen we hier wat windmolens kunnen en dan kunnen we hier dit doen. Dus hier komt gewoon windmolens, alleen ja, dit is dan een beetje vierkant terecht. Maar hier hoeven dus alleen auto's eroverheen die daar eigenlijk daar moeten zijn. Voor de rest hoeft er niks er doorheen. Ik wil even de game op pauze zetten. Alleen het duurde even volgens mij. Stroom. Nou, heel goed. Hoeveel heeft het? Speed low. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind. Kijk. Het rijdt. Deze windmolen is voor die. Oké, maar hier zullen we natuurlijk nog wat kunnen gaan bouwen als het moet. Gaan we dat ook doen? Ik denk het niet. Ik denk meer dat we daar industrie laten bouwen. Zullen we dat gewoon doen? Gewoon hier lekker industrie. Windmolentje hier. Dit dan op een gegeven moment doortrekken. Misschien sterk nog dan misschien dit laat kunnen ook als havenkracht of hier. Dat zou kunnen. We moeten dit gewoon even annuleren en dan moeten we deze. Ja, dan gaat dit wel. We moeten even een goede doorverbindingsweg hebben. Maar het liefst wil ik de snelweg aan de achterkant bouwen. Dus zo zeg maar. En hier inderdaad een aan uitvoerstrook. Dat zou het beste kunnen zijn. Voor de rest weet ik het zo ook heel even niet. Hier zullen we wel wat. Of we bouwen hier een havenplek. Zodat het apart zeg maar is. Zal ook kunnen, ah, dat zullen we dan nog wel zien. Voor de rest loopt het wel goed. Alleen ja, het geld natuurlijk. Dat is even een dingetje. Hier is het ook weer allemaal niet rood. Ja, alleen die gaan we natuurlijk groter bouwen. Dat gaat nog allemaal komen. Hetzelfde met die.
gaat ook groter. Zo, dat gaat het. Oké, nou, ik denk dat ik het hier dan maar even bij ga laten. En dan gaan we gewoon weer lekker morgen weer verder met deze stad. Het is natuurlijk... Nou goed, we zullen het wel zien. Ik ga het hier eens blad weer zien. Ik ga gewoon weer lekker morgen weer terug. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, hè, jongens. Mazzel!